Mooi. Lente liedjes, lente muziek, dag 18. We zijn nu in Fransen. Fransen, dat is als je van Oldehoven naar Den Ham rijdt, waar we van de week waren, dan kun je linksaf en dan rij je helemaal de velden in. Dat je denkt, nou ja, waar we nou uitkomen, dan kom je in Fransen. En in Fransen staat een kerkje met dit fantastische orgeltje. Ja, dus daar zijn we nu beland. Bedankt ook dat we hier weer konden zijn. Goede vrijdag. Vandaag Goede Vrijdag. Iedereen weet, het is Goede Vrijdag, maar de betekenis is niet voor iedereen altijd even helder. Het is de dag van de kruisiging van Jezus. Gisteren was de Passion op de televisie en daar werd het ook duidelijk even uitgelegd dat heel veel christenen hier hoop uit halen. Hoop uit de kruisiging niet zozeer, maar wel uit na 3 dagen de opstanding. Zondag is het Pasen en toen stond Jezus weer op. Dat geloof ik. Niet iedereen gelooft dat en dat mag ook iedereen zelf weten. Ik geloof het wel. En met dat geloof heb ik ook altijd hoop. Maar dat neemt niet weg dat die Goede Vrijdag altijd een beetje een trieste dag was. Toen en voor velen nu ook. Nou, daar niet om die reden, maar om die reden heeft Wim Dieleman, ik dus, bedacht van Claudia de Breij heeft ooit een liedje geschreven, Mag ik dan bij jou? Dat is al op vele manieren gedaan, maar volgens mij nog niet op zo'n schattig orgeltje als dit. Dus, vandaag schuilen. Schuilen, mag ik dan bij jou? Dat kun je zien in de toekomst, na dit hele corona gebeuren bij je vriend, vriendin, opa, oma. Voor mij geldt eigenlijk dat mag ik dan bij jou, dat dat mijn vader, mijn God is in de hemel. Zo rond Pasen sta ik daar extra bij stil. Dat neemt niet weg dat het liedje eigenlijk voor iedereen geschreven is. Dus vandaag, dag 18, liedje 18, mag ik dan bij jou. Come on, dear, you.
Vooralsnog, tot morgen.